Vandaag onderga ik een wimper extension behandeling bij Beauty by Lisa in Den Haag. Dit is wat het kost om zo'n behandeling te ondergaan. 120 voor een nieuwe set en dan 45 of 55 om het bij te werken. Hi, ik ben Lisa Hille. Dit is mijn salon Beauty by Lisa. We zijn gespecialiseerd in de wimper extensions. En daarvoor komt Marcia vandaag langs voor de wimper extension behandeling. Ja, je hebt verschillende wimper extensions. Je hebt de plukjes en je hebt de individuele wimper extensions. Wij werken alleen met de individuele wimper extensions. Daarbij wordt echt één los wimpertje op het eigen haartje geplaatst. Dit is ook niet slecht voor de natuurlijke wimper. Je hebt verschillende materialen, synthetische zijde en de minkwimpertjes. Wij werken alleen met de minkwimpertjes omdat dat de beste kwaliteit is, niet slecht kan zijn voor de eigen wimpers. En het allerlichtste is. Nou, we gaan nu de lengte bepalen. Ja, we hebben de wimpers in verschil in millimeter. Dus we hebben echt van 7 mm tot met 15 mm. 7 mm is erg kort. Dat is echt alleen voor in de ooghoekjes. En 15 is echt extreem lang voor de diva look. Ja, nee, dat hoeft voor mij niet. Je wilt ze niet heel erg lang, zei je? Nee. Ik weet niet of je het nu al kan zien, maar ik heb hele, hele korte... En best wel doorzichtige wimpers. Ja, we hebben dan twee diktes en we hebben drie verschillende krullen. Ik denk dat voor jou de dunnere wimpertjes het beste is. Ik denk de D-krul is het mooiste. Wat is dat precies? De D-krul, je hebt verschillende krullen. Je hebt de C en de D-krul. De C-krul is eigenlijk als het buikje van de C en de D als het buikje van de D. Dus de D is net iets scherper en dat is altijd wel mooi. Ja, 11 denk ik. Oké. Ja? Ja. Ik zal even een before shot maken. 12. Ik denk 12. Dit is hoe kort ze nu zijn. Ja, ik ga nu eerst de wimpertjes schoonmaken met een remover. Mm-hmm. Daarna ga ik ze helemaal goed ontvetten met een primer. Oké. Mag je je ogen dicht doen? Ontvetten. De onderwimpers worden dadelijk afgeplakt omdat je tijdens de hele behandeling je ogen dicht hebt. En dan zit boven en onder door elkaar. Mag je het dicht doen? Ja. De onderwimpers worden afgeplakt met speciaal tape. Speciaal tape voor de huid, dus daar kan je geen uitslag van krijgen of het pakt niet op de haartjes, zodat als we de tape eraf halen, dat er nog wel onderwimpertjes zitten. Ik heb één, wacht even, welke oog is het? Ja, ik zeg hem al. Ja. Wat is dat? Gewoon een reflecting, ja. Oké, je hebt geen lenzen? Nee. Mag je schuin omhoog kijken, want dan ga je het minst snel knipperen. Andere oog. Hij doet niet zeer, dat vlekje. Nee. Mag je voorzichtig de ogen dicht doen? Je mag ze vanaf nu eigenlijk lekker dicht houden. Oké. Ga ik beginnen met het zetten van de wimpertjes. Nou, ik werk met twee pincetjes, met een rechter en met een kromme. Met de rechter ga ik een haartje helemaal vrijmaken. Mm-hmm. Met de kromme zet ik de extension op één los eigen haartje. Je mag tijdens de hele behandeling je ogen dicht houden. Mm-hmm.
En op het moment dat er iets is waardoor je ogen open wilt doen, dan moet je dat even aangeven. Want anders... Want de lijn moet eventjes drogen. Ah, oké. Okay. Is goed, dan mag je het dicht doen, dan mag je het vanaf nu dicht houden. Mocht er iets zijn waardoor je zo open wilt doen, zeg dat even. Dan moet de lijm drogen. Oké. Okay. Je doet nu haartje voor haartje op elkaar. Ja, met één pincetje maak ik één haartje, één natuurlijk haartje helemaal vrij. Uh-huh. Met andere pincetje zet ik de extension erop. En dat doe ik eigenlijk, begin ik met één oog en dat doe ik helemaal zigzag. En dan, omdat de lijm dan moet drogen, want als je twee naast elkaar doet, dan is bij allebei is de lijm nog niet helemaal droog. De lijm droogt heel snel. En hoe lang blijft dit mooi? Het blijft 3 weken helemaal mooi. En dus zeg maar als je na 3 à 4 weken laat bijvullen, dan is het gewoon altijd mooi. En de wimperextensie vallen uit op het moment dat het eigen haartje ook uitvalt. Oké. Okay. Dus ja, die zitten eigenlijk zo goed als permanent. Maar goed, de haartjes vallen uit. Dus daarom noemen we het semi-permanente wimperextensions. Oké, okay. En wordt het aangeraden om hier nog mascara bij te dragen of zeg je... Nee, het is eigenlijk niet nodig. Okay. En wil je mascara doen, dan is dat geen probleem. Okay. Alleen op de puntjes aanbrengen. En het moet een mascara zijn op waterbasis, maar die kan je gewoon bij ons krijgen. Oké. Okay. En hoe zit dat met make-up verwijderen? Dus stel je hebt een hele uitgebreide ooglook gemaakt en je moet dat weghalen... Moet je dan wat zachter zijn? Of? Ja, je moet zorgen dat je niet te veel in je ogen wrijft. Want dan kunnen ze door de wrijving kunnen ze loslaten. Mm-hmm. En ja, je hebt speciale make-up remover. En je moet eigenlijk uitkijken dat je geen olieproducten gebruikt. Oké. Okay. Dus je kan er alles mee, je kan ermee zwemmen. En, alleen je moet uitkijken met olieproducten en uitkijken met wrijven. Aha, dus de... Reiniger moet eigenlijk een beetje waterachtig zijn. Op waterbasis, ja. Ja, dat gebruik ik normaal al. Dus. Oké. Okay. Ik hou niet zo van dat oliegevoel. Ook als mensen lenzen hebben of een bril, kunnen de wimpers gewoon gezet worden. En eyeliner en zo, dat kan ook gewoon langs het randje? Ja, alleen dan ook uitkijken dat de eyeliner niet te vet is. Oké. Okay. Van de behandeling voel je eigenlijk niks, hè? Nee. Alleen dat ik met mijn hand op je hoofd steun. Ik heb er nu een stuk of 10 gezet. En hoeveel gaan er op één oog? Dat ligt heel erg aan de eigen haartjes. Jij hebt lekker veel haartjes. En dat zijn er toch wel ongeveer een stuk of 60. Als het er niet meer zijn, per oog. Oké. Okay. Dus dat zijn er een hele hoop. Even een pompje blazen. Mag je voorzichtig openen? Oh, wat verschil. Die gaan met tranen. Die lijm is zwart. Ja. Oké. Okay. Kijk in het licht. Ik zo doen. Wauw. Mijn eigen wimpers. Ik zie echt dat het niks is vergeleken met dit. Dicht doen, mag ze nog niet meer dicht houden.
heb ze nu gecontroleerd. Op ieder haartje zit een extension. Mogen ze heel eventjes drogen. Ik zal nog even borstelen. Even blazen met het pompje. Even water halen voor de plakkertjes. Dan kunnen die een beetje losweken en dan gaan ze er wat makkelijker af. Okay. Dan heb ik de plakkertjes even nat. Ik breng nog een coating aan op de wimpertjes. Dat is een beschermlaagje voor de lijm. Aan de rand van je ooglid zitten ook allemaal kleine talgkliertjes. En die produceren ook vettige producten. Dan begin ik bij je rechteroog. Nog even borstelen. Een borsteltje krijg je mee. Oké. Als je zelf ook borstelen. Nog even een pompje blazen dat de coating helemaal droog is. Mag ze zo meteen voorzichtig open doen, dan spreekt het gewoon weer dicht. Nee, één. Zo, mag ik ze aanraken? Ja. Oh, het voelt ook echt heel natuurlijk. Heel zacht, hè? Glad en zacht, ja. Supermooi, dankjewel. Zal ik je lekker rechtop zetten? Ja. Borstje krijg je mee. Dan kan je ze toch eens even borstelen. Mocht ze een beetje door de war zitten, dan gaan ze weer recht. Nazorgbriefje. De eerste 2 uur nog eventjes droog houden, dat de lijm even door en door kan drogen. De eerste 2 dagen het gezicht niet stomen, geen stoombad, niet zwemmen of met heet water. Dat komt niet zo heel nauw hoor, de eerste 2 dagen. Gebruik geen waterproof mascara of make-up remover of mascara op oliebasis. Gebruik alleen mascara op waterbasis. Nou, die kan je gewoon bij ons krijgen. Je mag ze niet permanent en geen wimperkrotang, maar dat is ook helemaal niet nodig. Bij het wassen van het gezicht niet wrijven, maar dep het zachtjes droog. Sauna is geen probleem, doe je het iedere dag. Dan kunnen ze er eerder uitkomen in verband met het uitdrogen van de lijm. Maar dat zal ook niet het geval zijn, denk ik. Nee, zeker niet. Nee. Oké. Ja, dan wens ik je heel veel plezier ermee. Dankjewel. Dankjewel. En de dunne.